Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Het is vandaag dinsdag 21 juni. Ik weet niet hoe laat het is eigenlijk, ik heb geen loosje om, maar het is nu vanochtend. Ik was om 8:30 buiten gegaan, ik heb gedoucht, dus vandaag nog nat haar. Ik zit even lekker buiten, ik heb lekker buiten mijn broodje opgegeten. En ik heb vakantie, 2 weken. En ik heb wel een aantal dingen, leuke dingen op de planning staan. Vanmiddag ga ik lunchen met 2 collega's. Ik ga morgen uit eten met Johan, want vandaag zijn we 3 jaar getrouwd. Johan is verder wel aan het werk vandaag. Maar vandaag is 3 jaar getrouwd. De tijd vliegt echt voorbij. Het gaat zo snel, 3 jaar alweer. Ik ga volgende week nog met een vriendin een nachtje weg naar Ooi, heet het volgens mij, in de buurt van Nijmegen. Dus gaan we nog een dagje weg. Volgende week gaan we ook nog... Het weekend, weekend daarna gaan we ook nog kamperen op een boerderijcamping. Ja, voor mij noemen we dat zo, boerderijcamping. Dus daar heb ik ook heel veel zin in, want dat heb ik zelf volgens mij nog nooit gedaan. Tenminste, ik kan me niet heel... vroeger hadden we een vouwwagen. Maar de laatste jaren heb ik nooit gekampeerd, dus ik heb daar ook wel heel veel zin in. We hebben om 12:30 afgesproken om te lunchen. Dus ik ga wel iets eerder weg. Want ik kan nog een broodbox ophalen. Een to-go box. Want we hebben bijna geen brood meer. Dus ik heb een box gekocht. Dus die ga ik van tevoren even ophalen. En ik moet niet vergeten om straks even gebakjes uit de vriezer te halen. Voor vanavond. Want ik had laatst ook een to-go box gekocht. Ik kreeg toen een gebaksbox. En het had best wel veel in en dat kreeg ik gewoon niet in één keer op. Dus ik had een aantal gebakjes ingevroren en die had ik er vandaag weer uit. Ook omdat we, 3 jaar getrouwd zijn om het te vieren. En ik denk dat we verder nog vandaag wel de stad in gaan. Maar goed, mooi even kijken. Intussen is het 11:20 en ik kan mijn pakket ophalen. Ik zal even mijn Bluetooth uitzetten van de telefoon. Ik ben wel wat vroeg denk ik straks voor want we hebben om 12:30 afgesproken voor lunch. Maar ben ik wel iets te vroeg. Maar ik denk dat ik straks even... Zo. Even gaan wandelen daar in de buurt. Het is lekker weer, dus dan ga ik gewoon even ergens lopen, denk ik. Maar goed, ik ga eerst het pakketje ophalen. Zin in. Nou, de buiten is weer binnen. Ik zal alles even op de achterbank leggen. Dan kan ik even een overview geven wat er allemaal in zit. Het is best een tas vol. En nog meer wat op de auto staat, maar dat past niet in de tas. Ik zal het even laten zien. Nou, dit is het eerste gedeelte van wat erin zit. Dus het is 1, 2, 3, 4, 5 broden. Dan hebben we hier nog een paar losse broodjes. En dan hebben we daar nog een zak bolletjes. En er zitten hier nog 4 zakken bolletjes in volgens mij. Dus wij kunnen weer even lekker weer vooruit. Jon is dolle bolletjes, dus die zal hier wel blij mee zijn. Yes. Ja, kunnen we proosten? Beetje zo, het scherm. Intussen ben ik weer thuis. We zijn nog even de stad in geweest en nog even naar de Kringloop. En ik heb daar een boekje gekocht. Deze. Ik en mijn plant. Deze leek me wel heel erg leuk, want ja, de laatste tijd ben ik wat meer met de planten bezig en bloemen. En hier stonden wel interessante dingen in. Leuke dingen in. Die ik wil even doorlezen. Namelijk, even kijken. Ja, dit is trouwens jullie schieten waar de camera op staat. Kijken of het zo wil. Zo. Even kijken, de inhoudsopgave had ik even bekeken en toen dacht ik, dat lijkt me wel leuk. Onder andere over stekken was ik wel benieuwd naar. En verpotten ook. Ja, er staan nog veel meer onderwerpen en thema's in, zeg maar, over planten. Dus hier was ik wel heel benieuwd naar. En deze kostte 1,50 euro. En ik ben nog naar de Kruidvat geweest. En ik was vooral...
Ja, benieuwd naar deze. Die zag ik al een aantal keer voorbij komen. Deze is nieuw van Snackerjacks. Met dit is de pindakaas smaak. Ik ga het gelijk even proberen ook. Een dolle pindakaas. Ik dacht, deze moet ik proberen. Het ruikt wel aardig aan pindakaas. Nou, ik ben benieuwd. Ik proef een klein. Ik proef denk ik echt een klein beetje pindakaas uit terug. Maar ik vind het eigenlijk vooral karamel, denk ik. Maar ik vind het wel lekker. Dus deze. En ik had ook nog deze gekocht van Snackerjacks. Deze heb ik volgens mij ook nog niet eerder gehad. Dit is de Smoky Barbecue Paprika. En volgens mij, ja, we hebben nu wel Snackerjacks gestaan. Maar die zijn volgens mij karamel. Weet ik niet zeker. Maar die heb ik dus ook nog gekocht. En ik zag, net toen ik hier ging zitten, vanmorgen had ik de aardbeienplant erop gefilmd. Maar ik zag dat deze, die is echt al een stuk meer kleur opgekomen voor mijn gevoel. Echt leuk. Ik vind het zo leuk dat de aardbeien nu aankomen. En ik heb daar nog planten staan, maar dan zie ik nog niet de cherry tomaat aankomen en de paprika ook nog niet. Maar de plantjes worden wel langzaamaan iets groter. Dus ik vind het echt super leuk. Dus misschien dat ik hierover ook nog wat kan vinden. Dat ik dan, ja, nou, ik vind het sowieso leuk om met planten en bloemen bezig te zijn. En nog, wij hebben dus ook een pannenkoekenplant, maar die blijft zeg maar hetzelfde. Die groeit niet echt. Ik zal hem zo even laten zien. Dus ik weet nou niet of ik iets niet goed doe. Misschien dat ik hem op een andere vensterbank neer moet zetten, dat hij nog meer in de zon komt. Want hij blijft hetzelfde. En ik zie bij sommigen dat de planten zo groot worden. Maar dat is die van bij ons, van ons is helemaal niet zo. Ik was mijn snackertje kwijt. Ik heb gewoon terug in de tas gedaan los. Nou ja. Ik zal de plant wel even laten zien. Ja, dit is hem. Ik vind de blaadjes, ik weet het niet helemaal. Hier komen volgens mij wel weer wat kleine stekjes in terug. Maar dan denk ik, ja, misschien is de pot wel te groot. Of misschien dan te klein. Het lijkt me denk ik eerder te groot. Maar dat weet ik dus niet zeker. Of hij staat het dan verkeerd. Dat hij meer in het licht moet. Maar in ieder geval, hij wordt niet groter. Als iemand tips heeft. Hoe ik dit meer kan laten groeien, dan hoor ik het graag. En voor deze geldt eigenlijk hetzelfde. Maar die staat ook in de kast. Dus misschien moet hij wel echt wel meer in de zon. Deze wordt dus ook niet groter, die blijft ook maar zo. Terwijl ik sommige echt dat, nou ja, dat zou hier niet passen. Dan zou die ook op een andere plek moeten staan. Maar sommige zie ik echt zo groot worden met allerlei plantjes eraan. Maar bij ons is dat nog niet het geval. Maar ja, wat ik zeg, misschien moet het iets meer in de zon. Laat ik dat gelijk maar even doen. Nou, als iemand tips heeft voor de pannenkoekenplant, hoe ik het nog beter kan verzorgen. Of wat ik er nog meer mee moet doen. Dan laat me vooral even weten in de comments. Ik zal het even opruimen. Het is echt lekker weer vandaag. Heerlijk. Lekker buiten op het terras gezeten. Genoten van de zon. Love it. Het is tijd voor nog een gebak. Wil je er ook een gebakje? Nee? Ik heb die vanmorgen al uit de vriezer gehaald. Volgens mij heb ik het al verteld. Hè? Want ik had dus een to-go pakket laatst. Er zat dus allemaal gebak in. Maar dat was dus te veel om in één keer op te eten. En ik heb hier dus, nou die andere twee hoor mij ook wel nog wat op, dat doe ik niet. Maar ik heb hier dus één. Oh, nou ja. Ik heb er op de bovenkant zit hier nog in. Maar het is dus een tiramisu taartje. En die is zo ontzettend lekker. Dus die ga ik nog even nemen. Ik haal die bovenkant ook wel even met de vork er even af. En hier hebben we een van onze trouwfoto's. We hebben ook een trouwalbum. Wel goed te zien zo. Ja. Maar 3 jaar geleden alweer. Even kijken. Gebaksvorkje. Waar heb ik die? Hier. Ik ga gewoon lekker van mijn tiramisu taartje. Lekker. Opeten. Het laatste van vandaag. Even de bloemen planten water geven.
doe dat eigenlijk elke avond. Heel af en toe vergeet ik het nog wel eens. Maar meestal... daar denken we wel aan. We hebben hier een regenton. Daar haal ik dan altijd het water uit. Dat is wel ideaal. Even vullen. Hij is wel een stukje leger dan dat hij vorige keer was. Heb ik het idee. Nou ja. Deze heb ik trouwens van moeder gekregen, omdat we dus 3 jaar getrouwd zijn. Maar deze hadden we al eerder gekregen, toen ze hier op bezoek waren. Ik ga zo ook de video afsluiten. Ik ga dus nog volgend... Ik denk dat er daarvoor ook nog wel een video komt. Maar volgend, niet aankomend weekend, maar het weekend daarna gaan we dus naar de camping. Daar heb ik echt super veel zin in. Wat ik al eerder verteld had. Ik moet alleen alles nog even bij elkaar rapen. Want we hebben zelf wel een slaapzak. 1 volgens mij maar, dacht ik. We hebben dus ook geen tent, maar die kunnen we lenen van mijn schoonouders. Dus we moeten even zorgen dat we alles hebben voordat we weggaan. Want de rest van de familie heeft of een caravan of een camper. Maar die hebben wij dus niet. Dus wij gaan in de tent, maar dat is prima. Goed, ik ga even verder met de plantjes water geven. Ik ga de video afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Zou je dan een duimpje mogen doen? En dan hoop ik je weer te zien bij een nieuwe video. Doei!